Welkom allemaal. Leuk dat jullie kijken. Vandaag gaan we een workshop doen met Wazo. En we gaan iets maken. We gaan namelijk de ingrediënten uit Wazo producten gaan we gebruiken voor een overheerlijke salade. En ja, gedurende deze uitleg van de salade ga ik natuurlijk ook de producten uitleggen. Een goede chef-kok heeft altijd zijn voorbereidingen nodig. En dat wil zeggen, voorbereiden van de huid is een van de belangrijkste dingen. Maar ik kom toch eerst even terug op Wazo. Wat is nou eigenlijk Wazo? Wazo is voor de jonge huid, is op natuurlijke ingrediënten gebaseerd. En belangrijk is, de jonge huid is een beetje onbetrouwbaar. De ene keer heb je wat pukkeltjes, de andere keer is het wat ruwer. De volgende keer heb je in één keer zichtbare poriën. Of misschien juist roodheden. Of ja, eigenlijk vlekjes die je helemaal niet wil. En daar is Wazo op gebaseerd. Gebaseerd ook op de Japanse keuken, washoku. Als we gaan kijken naar de prepare producten, hebben we er dus nu drie. De eerste is de Quick Gentle Cleanser. En de Quick Gentle Cleanser, en je ziet het al staan, is gebaseerd op honing. Honing is een ingrediënt wat niet alleen verzachtend werkt op je huid, maar ook tevens antibacterieel. Dit zorgt er samen voor dat je gaat helpen om die onzuivere, misschien ook onrustige huid, in ieder geval op een hele milde en zachte manier te verzorgen. Tweede is dat je er make-up mee kan afhalen en zelfs een lichte oogmake-up. Deze goed te gebruiken, een klein beetje in de handen gieten, opschuimen met water en dan over het gezicht. Maar je mag hem ook op een droog gezicht met water aanmaken. Maar je moet hem altijd met water aanmaken. Dat hoort bij mijn netjes zijn. De tweede die ik jullie wil laten zien is gebaseerd op een nieuw fenomeen, namelijk rijstwater, amazake. Amazake is gefermenteerd en deze helpt dus heel sterk om en te verzachten en te verzorgen. Beauty Smart Water. Het woord zegt het al. Een water wat niet alleen helpt om te verzorgen, maar helpt ook nog eens een keer je make-up eraf. En tegelijkertijd gaat hij dus helpen om ook een vochtboost achter te laten. Je ziet het, het is een hele dikke gefermenteerde. Dus dat wil zeggen, gefermenteerd is dat hij veel rijker is, maar tegelijkertijd ook veel intensiever werkt en zonder vaak last te krijgen van dat je er allergisch voor bent. Nu, goed schudden. En deze moet je natuurlijk wel gebruiken op een badje, want je wil je make-up eraf halen. Nogmaals, een 3-in-1. Make-up reinigen, verzorgen en als eerste product om te prepareren voor je huid voor een volgend make-up productje. Of in ieder geval te zorgen dat je huid een hele mooie verzachting krijgt. En na de Beauty Smart Water hebben we de Fresh Jelly Lotion. Fresh Jelly Lotion is gebaseerd, deze dus, op een witte mushroom. En die witte mushroom is eigenlijk al ingedroogd en die zuigt heel veel vocht op, water. En dat doet hij eigenlijk ook bij de huid. Hij gaat dus echt zorgen dat hij water vocht af gaat geven aan de huid voor een directe vochtboost. Als je een hydratatietekort hebt of je wil niet echt een verzorgend product, zou je deze ook alleen kunnen gebruiken. Na de reiniging gaan we over op de verzorging. En als je ziet, dit zijn hele leuke producten en een beetje gemaakt on the go, want je kan ze makkelijk meenemen. De oranje gekleurde producten is meer verzorgend voor wat iets meer drogere huid. En de groen gekleurde producten zijn veel meer voor de gecombineerde, misschien soms wel wat meer richting acne huid. Dus dat is al het eerste onderscheid wat we kunnen maken. Nu ga ik jullie iets meegeven over de ingrediënten. Want hierin zit wortel. Ja, echte wortel. En wortel is heel sterk voedend en heeft ook vitamines, vitamine A natuurlijk. En zorgt ervoor dat die huid zo'n heerlijke hydratatie krijgt en tegelijkertijd ook die ruwheid en die roodheid gaat verzachten. Ik ga even een stukje wortel snijden om te zorgen dat dat ook in mijn salade komt. En dit doe ik julienne. En waarom? Omdat het veel lekkerder eet. En je kan er ook rondjes van maken, maar wij hebben gekozen voor de juliette. Dus deze bewaar ik even en straks gaan die in mijn salade. Dan heb ik hiervoor een nieuw product. En dit nieuwe product heet de Giga Hydrating Cream. En dit is gebaseerd op sojabonen. Geen gewone sojabonen, maar gefermenteerde. En dat heet natto. Natto in het Japans. Het voordeel van de gefermenteerde sojabonen is dat het heel zuiver is, maar tegelijkertijd ongelooflijk veel voedingswaarde heeft.
niet alleen heel veel vitamines. Dus het is heel rijk en eigenlijk een beetje, zeg maar, papperig om maar zo te kijken. Kijk eens wat hij doet als ik mijn vinger hier erin stop. Zie je? Dus dit, dat hele rijke en romige, dat haalt hij er ook aan af. En dat, zeg maar, is de verzorging voor die huid. Deze is dus heel sterk, 24 uur hydraterend en geeft dus echt een boost, vooral voor die hele droge huid. Nogmaals, gebaseerd op die sojabonen. En ja, die zien er bijvoorbeeld zo uit, maar als ik hem openmaak, kijk, het zijn groene sojaboontjes en die zijn natuurlijk helemaal gefermenteerd. Ik ga de verse gebruiken, dus deze gaan we ook toevoegen aan de salade zo meteen. Kijk eens naar die groene verpakking. Dat is loquat. En loquat is eigenlijk de blaadjes van deze. De groene blaadjes. En dat werkt als een hele sterke antioxidant. En die hele sterke antioxidant, die is er juist voor om de onzuiverheden en vooral dus ook echt bacteriën te gaan verminderen. Want dat doet hij dus ook. Dus deze twee producten. En kijkend naar deze. Dat is een matterende crème. Dus de Quick Matte Moisturizer. Een 24 uur product die je wanneer je wilt kan gebruiken. De ander heeft iets leuks. En zoals je ziet staan er twee. De groene en de oranje gekleurde. Deze op basis van mijn wortel. En deze dus op basis van die loquat. En beide gaan ze een kleurtje geven op je huid. Dus op het moment dat je hem gaat aanbrengen, gaat die huid opkleuren zoals die hoort te zijn. De groene dus matterend. En de oranje, letterlijk, hydraterend. En wat meer glans. En dat matterende zie je ook wel terug op de huid. Dus hij pakt helemaal de kleur van je eigen huid aan. Zie je dat? Voordeel ook is van deze twee, dat hij dus een SPF 30 heeft. Dus een breed spectrum en hoge bescherming. Dus eigenlijk een gekleurde dagcreme met een filter in één. Voor mensen die niet echt van foundation houden. Na de moisturizers, of de verzorgende producten, hebben we natuurlijk ook één oogproduct. De Eye Opening Essence. Het woord zegt het al. Een product wat direct je ogen opent, als je een beetje slaaptekort hebt gehad, om gelijk een wakker effect te geven, maar ook voor donkere kringen. Hij is een beetje oranje gekleurd en hij werkt direct corrigerend op die blauwe kringen. Dus gelijk instant een verschil. Die wakkere ogen. En ja, ik heb hem nu even op mijn hand gedaan. Hij voelt gelijk voorkomend. Dit product kun je inzetten wanneer je wil. Het maakt niet uit. 'S Morgens of 's avonds. Whatever. No rules. En na de oogverzorging hebben we nog een aantal bijproducten. En die bijproducten kun je inzetten wanneer je wil of wanneer er noodzaak is om ze in te zetten. En ik ga beginnen met de Soft & Cushy Polisher. En de Soft & Cushy Polisher is gebaseerd, en het ligt er ook al, op tofu. En deze gaat dus echt op een hele zachte manier de huid polijsten. Dus wat ga je zien? Niet alleen die afvalstofjes haal je van de huid af, maar je gaat ook zien dat de poriestructuur verfijnd wordt. Je kan hem dus met een droge huid kan je hem op gaan zetten. Dan gaat hij iets meer brullen. Maar je kan natuurlijk ook de huid eerst vochtig maken en dan aanbrengen. En dan natuurlijk met ronddraaiende bewegingen krijg je het meeste effect. Altijd afspoelen met water natuurlijk. En nogmaals, tofu, dat is van sojabonen ook weer gemaakt, is heel rijk en is letterlijk verzorgend. Daardoor helpt hij dus ook gelijk die huid voedingsstoffen te geven. Dat voel je dus ook. Als je het nodig vindt, één of twee keer in de week kun je deze gebruiken. En dan hebben we nog twee hele leuke maskers. In te zetten, ook weer wanneer het nodig is. En dit is mijn rode masker, gebaseerd op SISO. En SISO is rood basilicum. En dat heeft ook een beetje een glansje. En dat glansje zie je terug in het masker. Ik ga het even laten zien. Het heet letterlijk peel-off masker. Kijk, zoals je ziet. Het is vrij stug. En deze zet je in als het nodig is om alle onzuiverheden weg te halen. Eventueel wat acne. Want je wrijft hem uit. En als je hem laat indrogen, kun je hem letterlijk als een vliesje helemaal van je gezicht afhalen.
En dan is het fijnste om hem van hier, vanaf de haargrens, naar beneden te doen. En het tweede masker is een heel makkelijk masker. Die zou je elke nacht kunnen gebruiken. Want wat is het? Het is een beauty sleeping masker. Dat wil zeggen, als ik ga slapen, en juist met die 8 uur slaap, word ik de andere dag wakker met een beauty van een gezicht. Gedurende de nacht gaat deze dus helpen herstellen op basis van wortel en op basis van heel veel vitamine en tegelijkertijd ook yuzu extract. Dus er zitten ook wat andere vitamines in, dus een soort van citrus vitamine die erin zit. Voordat ik aan deze heerlijke salade ga beginnen, wil ik jullie nog één ding vertellen. Namelijk 26 september is de Nationale Glamour Day, dat weet iedereen. En op die dag kun je 20% korting krijgen op de Wasoe producten. Vervolgens kun je dat zien, terugvinden in de magazines. Dus nogmaals, heel veel plezier en eet net zo lekker als ik.